Goedemorgen, PJ Squad Boyskies en Girlskies. Welkom bij weer het begin, de start van een nieuwe dag. Het is woensdag, vandaag op de planning redelijk wat, redelijk veel. We zijn net even naar Letgigant gegaan voor profielen. Ik moet dan even eerst meten hoe hoog de nieuwe ledstrip is. En anders moet ik voor een diepere variant gaan. Is allemaal prijs. Laat ik het zo zeggen. We moeten even checken voordat ik dat kan kopen. We zijn ook even naar de Gamma geweest. Voor in ieder geval een deel al voor de stroom. We hebben een trekveer gekocht zodat ik een internetkabel naar boven kan trekken. We hebben mooie pluggen gekocht voor alle ophangsystemen die we hebben in de badkamer. Dat moet natuurlijk door het tegel gaan, het moet in een gipswand gaan. Er moeten natuurlijk wel echt goede stevige pluggen zijn, want dat meubel is echt gewoon letterlijk op hand gemaakt. En het is gewoon echt een zwaar meubel. We hebben hem gisteren omhoog moeten tillen. En kan je vertellen, was niet licht. Dus, die hebben we gehaald. Eigenlijk zijn we gewoon weer klaar voor een hele dag volop klussen. Dus wij gaan snel verder. Maar ik gisteren trouwens was met mijn vrouw. Was hier. Ze liggen er nog steeds hoor. Ik heb er nog niks mee gedaan. Ze liggen nog steeds hier een klein beetje op de vloer te wachten tot ze gemonteerd mogen worden. Wij gaan lekker naar boven. Wij gaan lekker een vloertje leggen. Als de tweede verdieping klaar is. Gamekamer. Ik zweer het jongens. Volle kracht vooruit met de gamekamer. En de achterbuurman is een... Kijk, moet je kijken jongen. Even zitten en nu checken. Zie je dat? Dat is wel pas een dakkapelletje. Die gast die daalt gewoon over de hele breedte van zijn woning. Een dakkapel is wel echt ziek man. Is wel echt ziek. Maar het enige wat ik denk is, hoop dat die kraan niet omdondert. En dat we in één keer, boom, onze hele zolder horen in klatsen. Wij gaan verder met klussen. PJ Squad, ik neem jullie mee bij het leggen van de vloer. Tijd voor de lunch. We hebben nu redelijk wat gelegd. Zoals je kan zien, alles hier is gelegd. Alleen dat kleine strookje nog voor deze kamer. Dan gaan we lekker. Hashtag niet sponsored Subway eten, want we hebben honger als we eten. Met bezorgd. Wij gaan lekker even een warm maaltijdje nemen. En daarna gaan we snel verder met leggen, want de tijd gaat snel. De tijd gaat echt snel. Ik ga je even neerzetten. We zijn met onze kamer, oftewel de master bedroom. Klinkt duur. Kijk, moet je even kijken. De vakmanschap. Ja, je hebt het zelf gedaan, je hebt het niet voor... I know, ik heb het niet voor geleerd, maar het is toch godverdomme vakmanschap, jongens. Oi, joi, 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 joi. Kijk, die kamer is gedaan. Deze kamer heeft die set al helemaal volgesneden. Dus eigenlijk alleen lijmen en dan kunnen we deze leggen. En Lisette moest even iets halen. We hebben echt 100 ritjes al naar de karwei gedaan en zo. Maar kijk, hier was ze mee bezig. Met de hal was ze hier aan het leggen. Ze moet dat kleine stukje hier moet ze nog aanleggen. En uiteindelijk moet daar, want hier komt een dorpel. Hier precies tussen. En precies daar aansluitend moet eigenlijk nog een latje. Eigenlijk hier in de lengte moeten tussen. Maar dan is het vloerleggen klaar. Natuurlijk is het vandaag woensdag. Houd in, morgen wordt de vloer beneden gelegd. Ik hoop eigenlijk in een dag. Dus als wij dit vandaag nou afmaken, dan hebben we de hele woning geverfd. Hebben we de hele woning de vloer erin.
En dan is het eigenlijk tijd om aan te kleden van de woning. Oftewel, dat meubel waar ik het altijd over heb. En die spiegel, kijk, ze liggen wel al klaar in de badkamer. Dit is dat meubel, zeg maar op handgemaakte meubel. Die komt dus eigenlijk vanaf dit punt tot aan de muur te hangen. Ongeveer net onder dat strookje wat je daar ziet. Uiteraard, er komen ook nog lades in. Maar de lades, waar liggen die? Kijk, die staan daar rechtop. Maar dat is dus eigenlijk het punt. Dan kunnen we echt dingen gaan ophangen, gaan plaatsen, leidingen vastmaken, sifons maken. Noem maar op, jongen. Dan wordt het zeg maar. Dan is het ruwe gedeelte is gedaan. En dan is het gewoon echt het huis afmaken, woon klaarmaken. Vergeet niet, we moeten er dit weekend in. Dat is een beetje onze planning. Donderdag hebben we dan nog morgen. Vrijdag hebben we nog zaterdag. En dan zaterdag willen we al een paar kleine dingen gaan verhuizen. En zondag is officieel de dag dat we het bed gaan verhuizen. En de streamkamer. Oftewel, zaterdag nog gewoon een normale stream in mijn oude locatie. Zondag misschien geen stream, omdat ik dan de hele dag dingen ga aansluiten en stream klaar ga maken. En dan hopelijk, mits de planning loopt zoals die al weken in mijn hoofd zit, dat vanaf de maandag erop een stream in de nieuwe streamkamer. Dat is waarvoor we gaan, dat is ook ons doel. Dat betekent dat we snel verder moeten gaan. Minder dit, meer dit. Oké? Jullie begrijpen me. VJ Squad, out. Ik zie jullie zo meteen weer hoor. Het is niet einde vlog, maak je geen zorgen. Pak een drankje, geniet er nog even van. We gaan nog even door. De laatste van vandaag. De kamers zijn klaar. Onze kamer al laten zien. Finito, bombito. De gang is al gelegd. Afgezien van het laatste plaatje. Hiero. En het laatste plaatje. Daar bij de trap. De hele... Oh, wat is? Billetjes en de hele logeerkamer is ook gelegd. Alleen mijn man! Godverdomme jongen! Ik wil godverdomme beginnen met mijn streamkamer. Morgen, donderdag, morgen op beneden gelegd. Nou, pak er zin in. Echt, kan niet wachten. Morgen gaat Lisette dit kleine richteltje afmaken. Dus dan is het grote werk gedaan. Het duurde echt belachelijk. Ik heb de hele dag op handen en knieën gezeten. Ik heb de hele dag hier vloer lopen leggen. Wij zijn klaar. We hadden al een minuut geleden thuis moeten zijn, want eten en zo. Morgen, klein beetje werk in de ochtend. Dan moet ik in de middag naar Amsterdam om daar nog even te werken. En dan ben ik in principe klaar. Dus ik ga hier en daar tussendoor, tussen het werk en zo, kom ik hierheen. En dan project streamkamer. We gaan verder met, tenminste ik ga verder met project streamkamer, oftewel die bomshit moet allemaal op het plafond, muren, plafond en die dingen die we beneden hebben liggen, die wandeldingen, die gaan natuurlijk hier achter me. Dus, project streamkamer vanaf morgen op de vlog te zien, 4 uur, jullie weten hoe we het doen. VJ Squad, boyskies en girlskies, ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Een fijne ochtend, fijne middag, fijne avond, wanneer je ook de stream kijkt. En we zien elkaar morgen, zelfde tijd, zelfde plek, zelfde locatie. VJ Squad, out.